Dank u wel voor de uitnodiging. Wij zijn van Stichting Groen Beter Best. Oh, hallo Dias. Wij zijn nieuw en wij zijn een stichting met een aantal mensen vanuit de professionals vanuit de natuursector en vanuit de zorgsector. Wij zijn geïnteresseerd in verbindingen tussen natuur en zorg in het professionele domein. En we zijn op zoek naar innovaties die geen extra geld kosten, maar die kunnen besparen of die of een alternatief zijn voor huidigen. Er zijn tal van onderzoeken, vandaag is daar ook het een en ander over gezegd. Als je kijkt naar het aantal onderzoeken dat gaat over natuur en gezondheid, dan zijn het er best veel als je daar speciaal op zoekt. Maar in het totaal van onderzoeken in de zorgsector is het zo verwaarloosbaar. En wat ons betreft kan er nog veel meer aandacht komen voor die verbinding van welzijn en gezondheid met de natuur. Wij maken verbindingen. Wij doen dat zelf en we doen dat met een hoop partners. En van belang is dat wij een gezamenlijke visie maken. In onze groep zitten mensen uit de natuursector en uit de zorgsector zelf. En we zoeken die innovaties op. En daar wil ik er graag een aantal van noemen. En sommige zijn in het beginstadium, andere die worden al gerealiseerd. Maar de meeste van onze plannen bevinden zich in het ID-stadium. Excuses voor het ongemak. De natuur staat in het midden, dat is die boom. En als je naar het verschillende invalshoeken van de zieke mens, de zorgende mens, de gezonde mens, dus de preventiekant, maar ook de boswachter kijkt naar die natuur, dan kom je bij een gezamenlijke visie uit. En dat is de kern van ons verhaal. Kijk, de zorgverlener die verzorgt de mens, de boswachter verzorgt de natuur. Een groot verschil is er eigenlijk niet. De kern is hetzelfde. We hebben natuur op recept gemaakt. Dat is een recept op briefpapier van de huisarts zelf of van de apotheker. Die wordt meegegeven met mensen waarvan de dokter denkt dat is goed als die wat meer gaat bewegen. En er wordt een wandelroute bij geleverd van het Gelders landschap of van het Utrechts landschap, precies waar die zit. Mag ik de volgende dia? We hebben een Groen Beter Bestbox gemaakt, want als je eens kijkt in een ziekenhuiswinkel wat daar te koop is, het is echt verschrikkelijk. We hebben een Groen Beter Bestbox met producten uit de natuur voor mensen en vooral voor kinderen die wel wat groen kunnen gebruiken. De Groene Wachtkamer is ontstaan na een vraag van een aantal huisartsen die hun wachtkamer wilden vergroenen. En we hebben samenwerking met natuurorganisaties en zijn we bezig om een wachtkamer te vergroenen. We hebben daar helaas nog geen echte foto's van, maar zodra die gerealiseerd is, dan zullen we dat laten zien. En een innovatie van ons is de Groene Behandelkamer. Dit is een behandelkamer zoals je die kent, zoals die daar bovenin staat, alleen staat die midden in de natuur. Hij is aan alle kanten opengezaagd en deze stelt de behandelaar in staat om de natuur mee te laten doen in de behandeling. Hier is veel interesse voor, bij huisartsen, bij fysiotherapeuten en uit de revalidatiehoek en vooral ook uit de psychiatrische zorg. Die sectoren waarbij de behandeling kan meedoen. Dit was de eerste versie. Dit is een model. Oh, die eerste versie was wat lelijk. Want wie zet er nou een container in zijn tuin? Dus we hebben contact gezocht met ontwerpers in Deventer. Het zijn hermithousers.nl, jongens die een hele leuke ontwerpvisie hebben op hoe je nou gebruik kunt maken van de natuur en tegelijkertijd in een binnenruimte je behandeling kunt doen. Dankjewel. Deze is gerealiseerd. Staat bij een huisarts in Geldermalsen. Niet meer in de natuur, maar wel in een groene tuin. En we zijn bezig met een drietal, viertal andere contacten om deze ook op plekken echt midden in de natuur te zetten en vervolgens zorgverleners daarvoor te interesseren. De opgave voor ons als natuurmensen is, doe het meer aan die inrichting. Wees ook zorgzaam voor mensen die niet zo goed ter been zijn. En zorg dat al die mensen die in woonwijken wonen, die nooit in de natuur komen, daar wel komen. Dat is een inrichtingsopgave. De opgave voor de zorgsector is, stuur ze maar eens naar buiten. Vooral ouderen, die kunnen dat best gebruiken. En probeer ook te zoeken naar mogelijkheden om die natuur professioneel toe te passen in je behandeling. En gezamenlijk werken we aan visie en innovaties. Dank u wel.